Leuven autovrij, dat betekent dansen, muziek en gewoon rondslenteren tussen de kraampjes in het midden van de Bondgenotenlaan. Er is promotie van fietsen, verschillende standen. Promotie van seniorenclubs heb ik al gezien. Er zijn mensen die in een zolder liggen en hier staan. Er zijn ook professionele brocanterieën. Er is een beetje van alles wat. Wel veel minder dan voor corona. Dat valt mij enorm op. Minder stands dan vroeger, maar de autoloze zondag brengt toch duizenden Leuvenaars naar buiten, nu de auto niet welkom is in de stad. Iedereen kijkt uit naar The King of the Ring, de grote fietstocht over de hele Leuvense binnenring. Ik kom vanuit Tiede en ik kom voor de fietstocht om de ring te kunnen afrijden. Samen met de politie-escorte vond ik het toch wel een leuk idee om dat hier eens in Leuven te kunnen doen. Ik wil dat wel eens meemaken om de ronde van Leuven eens te doen, verkeersvrij. Dat lijkt me wel leuk. Ja, we wachten nu tot als we effectief kunnen vertrekken. Want de terrasjes zitten vol. Ik dacht nog iets gaan te drinken, maar ik denk dat er daar niet van komt. Omdat het toch een weg is die we vaak met de auto doen. En diezelfde weg, diezelfde baan doen met de fiets is toch wel een speciale ervaring. En rond 4 uur staan er al honderden mensen klaar om te vertrekken. Ja! De politie gaat voorop en dan volgen de fietsers, skaters, bakfietsen, noem het maar op. Enkele honderden mensen fietsen mee over stukken van de ring waar je normaal gezien niet mag fietsen. Een uur later, rond iets over 5, komen dan de eerste fietsers weer uit aan het Artoisplein. The King of the Ring is ook meteen het einde van deze 14e editie van de Autoloze Zondag in Leuven.